Mijn naam is Dominee Verboon en ik lees u voor Markus 8. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de discipelen bij zich en zei tegen hen: Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn discipelen antwoorden: Maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hun: Hoeveel broden hebben jullie? 7, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de discipelen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De discipelen haalden op wat er van het overschot overbleef, 7 maanden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. Toen stuurde hij hen weg. Meteen daarna stapte hij met zijn discipelen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de Farizeeën op hem af en ze begonnen met hem discussies te voeren om hem op de proef te stellen. Verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De discipelen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar 1 brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen: Pas op, hoed je voor de zuurdezen van de Farizeeën en voor de zuurdezen van Herodes. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij: Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. Toen zei hij: Begrijpen jullie het dan nog niet? Ze kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: Ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei: Ik zie mensen. Het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: Ga het dorp niet in. Jezus ging met zijn discipelen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden: Johannes de Doper. En anderen zeggen: Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: En wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: U bent de Messias. Hij verbood hen om hier met iemand over te spreken. Hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, die de hoge priesters en de schriftgeleerden, verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid.
Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn discipelen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: "Ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen." Hij riep de menigte samen met de discipelen bij zich en zei: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar het leven erbij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader."